Goedemorgen en welkom bij Infoplaza TV. Op de satellietfoto zien we nog een wolkenband boven ons land liggen. Dat is de regen die vannacht over het land trok. Maar die is inmiddels weggetrokken en vanmiddag schijnt dan ook geregeld de zon. Ook vanochtend is dat op veel plaatsen al het geval, wel kan er lokaal nog wat nevel voorkomen. Het is vanmiddag dus droog met flinke zonnige periode. Er ontstaan wel een paar stapelwolken, maar die blijven onschuldig. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen, windkracht 2 of 3. Vanavond neemt de wind verder af en er ontstaan brede opklaringen. De temperatuur gaat ook flink onderuit. Het wordt 2 tot 3 graden aan het eind van de avond. Morgen op woensdag eigenlijk een herhaling van vandaag. Een flinke zonnige periode, een paar stapelwolken en in de ochtend nog wat nevel of mist. Het wordt 8 tot 11 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vanaf donderdag is het helaas weer gedaan met het mooie weer. Er is veel bewolking en ook de regenkans neemt flink toe. Eerst is het nog vrij zacht met 7 tot 10 graden. Zaterdag is het rond een graad of 6 en er staat een stevige wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.